Ik was recent op de bankzitters TikTok. Ja, die hebben we. Sorry daarvoor. Als je denkt, waarom de fuck heb je dat? We willen ook een jongere doelgroep aanspreken. Ik bedoel, we schelden veel in onze video's. Dan moet je ook compenseren met een jongere doelgroep. Maar wel ouder dan 13, anders krijgen we geen advertenties meer. Daar had ik mijn kazoo. En toen was ik gespot met die kazoo zo. Maar je moet hem dus andersom. Maar dit is dus echt een teringgeluid. Dus in plaats van dat ik nu doe ik... En dat is veel en veel beter, dus geloof mij maar. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik de meest overpriced speler van FIFA 20 uittesten. Niemand minder dan João Félix. Félix. Dat is van die kattenreclame, toch? Poes, 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 poes. Nee, vergeet het maar. Kom toch. Zo komt die poes nooit. Kom nou. Waarom rammelt die man niet gewoon met een pak Félix? Juist, dat vinden alle katten fantastisch lekker. Dat smaakt. Wat was tv vroeger toch fantastisch? Dit is weer zo'n video waarvan ik dan een speler koop om hem uit te proberen. En dan verkoop ik hem 2 uur later, als hij slecht is. En dan maak ik er ongetwijfeld weer 300.000 verlies op. Kijk wat het is als je deze twee kaarten vergelijkt. Ronaldo is 900.000. João Félix is 2,2 miljoen. Evenveel pace. Dribbelen van Félix is iets beter. Shooting van Ronaldo is iets beter. Passing van Félix is beter. En physical is ook beter. Al is dat... Het komt vooral door zijn aggression. Ronaldo is iets sterker. Félix heeft iets meer uithoudingsvermogen. Oké. Finishing is Ronaldo weer een stuk beter. Passing, Félix beter. Dribbelen, Félix behendiger. Hij is niet zoveel meer waard. Puur omdat hij een future star kaars is. Nou, dat is wel de reden waarom hij meer waard is. Maar dat is niet daadwerkelijk echt zo. Snap je? Ik probeer het uit te leggen. Het is maar goed dat ik geen docent ben. Want veel mensen zeggen dat. Ga gewoon lesgeven met al die verhalen van je overspelers. Maar dat is vaak zo'n onsamenhangend geheel. Dat als je daadwerkelijk les moet geven aan jullie. Dat iedereen onvoldoende haalt. Tenzij je me weet om te kopen. Als ik van de je docent was, kon je gewoon je titel laten zien. Had hij je voldoende gegeven. Dat moet ik bliepen. Nou Félix, laten we beginnen. We moeten tegen dit team. Hij speelt zo, denk ik, met 9 First Owner League spelers voor de Icon Swaps. Ik moet me nog kwalificeren voor Weekend League. Niet dat ik dit weekend ga spelen, maar Koenie wil volgens mij een keertje met mijn team spelen. Ik kan ook nu gewoon iedereen die Icon Swaps probeert te doen verslaan. Makkelijk die punten harken. En dan Koen mijn Weekend League laten spelen. Hij heeft Golden Goat. Oké, dan heeft hij best wel veel Weekend League gedaan. Dan zou dit niet een hele slechte tegenstander zijn. Ik weet ook niet wat het is, maar op dit account heb ik een veel beter team. En ik kan gewoon niet lekker spelen. Misschien is het omdat ik live speel of... Wat is dit nou allemaal meer? Ja goed, het zal allemaal wel. Analoog sprint. Staat aan. Misschien dat ik daarom steeds zo kut speel. Dat het aan... Ik wist dat er iets was. Oh, wat rent iedereen snel ineens? Oh, ze versnellen gewoon helemaal als ik de R2 indruk in plaats van dat het tering lang duurt. Oh, ik weet bij dit soort gasten, als ik 1 keertje prik, dan is het klaar. Hij voelt echt niet heel snel aan. Atal is ook snel, misschien dat daardoor... Frenkie de Jong. Félix. Balrol. Boom, verre hoek. Ah, Lecomte heeft hem. Oh jee, goed zo. Dit is ook weer kut. Oh, dan scoort hij weer in 1 keer. Oh, ik haat Ben Yedder zo erg. Elke keer als ik tegen hem kom, dan scoort hij. Op João Félix. En die fokt die aanname weer op. Het is bizar. Oké, dit doet hij wel lekker. Dit is een heel erg keurig paasje. Op João Félix. Boom! Wat een fantastic golazo. De paas was goed. De loopactie was goed. De finish was goed met zijn 4-star weak foot. Eerste doelpuntje met jou, Félix. Kom maar, dat smaakt. Lekker zeg. Misschien moet je met een bakje dingetjes rommelen. Dan komt hij wel. Kom maar, Félix. Dat smaakt. Laat in de comments even achter. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Als je je kat kon inleveren voor een Future Stars jou, Félix, op je account, zou je dat dan doen? Laat het even achter. Ik ben er benieuwd naar. Nou, dit doe ik heel kut, hè? Dit doe ik heel kut. En oh. Ik wilde ook heel eerlijk gezegd niet daarheen gooien. Ga dan. Hij is zo traag, man. Ja, Neymar.
mogelijkheden voor een kat. Welkom bij een nieuwe tutorial. Vandaag ga ik mijn controller maken. Het eerste wat je moet doen is zorgen dat je alle knopjes weer hebt. Ik heb heel veel ervaring met het maken van controllers. Een van de belangrijkste dingen bij het maken van controllers is dat je moet zorgen dat je altijd reserveonderdelen hebt. Ook is het misschien wellicht eventueel handig om de controller uit te zetten voordat je ermee gaat sleutelen. De R2 moet bij de R1. Oké, dit moet dus wel een soort van daarin zitten. Ah, kijk, zo. Dan R1 erop klikken. R2 erin klikken. Meewerkt zou het helemaal... Oh, dit is L2, dus vandaar dat het niet klikt. Het is handig om je controller nog eventjes om te draaien, zodat alle losse onderdelen eruit vallen. Het draadje van de belichting en de bedrading en dat die connectie maakt, kan je er dan vervolgens heel gemakkelijk weer in klikken. Het plastic van hier ertussen komt, dan sluit de controller goed aan. Dan heb je, als het goed is, nog 4 schroefjes. Ik heb er 3. En die kan je nu weer aandraaien. Ja, bedankt voor het kijken naar deze tutorial. Vond je dit handig? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet vooral niet om zelf een schroevendraadje te kopen voor je PlayStation controller. Gebruik de code FCR voor 25% korting. Link in de beschrijving. Dat is niet echt zo trouwens. De volgende tegenstander heeft een Premier League First Owner teampje met Baresi dan. Die misschien uit die mid-icon SPC heeft. Nee, baby icon SPC. Dat is de baby. Mijn controller doet nu wel... Dit doe ik niet, zeg maar. Ik kan wel trucjes doen, maar dan doet hij af en toe een flikkie. Oké. Oh, dit is... Oké. Boom. Het kut is, mijn andere controller doet het ook niet. Ik heb wel een leuke titel. João Félix breekt controllers. Zij denken, oh, hij is zo goed dat hij controllers van anderen breekt. Nee, ik vind hem zo ontzettend niet fijn aanvoelen dat ik mijn eigen controller ervan breek. Welkom bij een nieuwe aflevering van Controller maken met Raoul. Vandaag gaan we kijken naar de R3-knop, want deze die drukt blijkbaar zichzelf in. Deze kan je ook inklikken, deze niet meer. Dus dat betekent dat er iets mee aan de hand is. Klote zo, dit meen je niet. Valt dus een zwart schroefje op mijn zwarte tapijt. Nou, die ga ik nooit meer terug kunnen vinden. Nu je 2 controllers hebt, is het een belangrijke zaak om te kijken wat er kapot is. En daarmee kan je af en toe onderdelen veranderen. Zodat je kan zien van waar het aan ligt. Want als bijvoorbeeld alleen de onderkant, dit kabeltje, het licht waarmee je batterijen bestuurd wordt en zo. Als alleen dat het is, wat dus niet het geval is, dan was je heel snel klaar geweest. Maar dat is dus niet het geval. Okay, misschien is het de batterij zelf. Dat kan ook voor wat problemen zorgen. Dan halen we die eruit en dan wisselen we die om. Dit is van blauw, dit is van goud. Dit lijkt het te doen. Het is de batterij. Kijk, dit scheelt dus ontzettend veel gezeik. Let's go. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten voor deze controller review. Je kan nog steeds niet het schroevendraadje kopen met 20% korting als je de code FCR gebruikt via de link in de beschrijving. Maar zoals je ziet, het is wel een aanrader om te halen. Dat oprecht. En dit ga ik later wel een keer uitzoeken. Want ik denk wel dat ik het kan maken in principe. De volgende tegenstander heeft ook een First Owner Premier League team. In divisie 5. Nou jongens, ik zit 4 divisies lager dan dat ik normaal op mijn Rode Glory zit. Waar ik wel veel op speel. Dus als ik deze niet win, dan ben ik er echt helemaal klaar mee hoor. Goed. Oké. Boys, let's go. João Félix, alsjeblieft. Doe eventjes iets waardoor ik deze... Dit meen je niet. Alisson, gelukkig. Seedorf, Mbappé, komt zelf die bal halen. Prima is, als je daarna weer doorloopt. Mbappé, Seedorf, Mbappé, João Félix. Hoppakee, weak foot finish. Dit is wat ik wil zien. Ik moet die tweede even snel scoren, want ik weet dat deze gast dan gaat ragequitten. Keurig. Ousmane. Terugleggen, Neymar. Ja. 0-2. Come on, let's go. Nee, niet. Gaat hij niet weg. Het is rust. Ik ga hem op een andere plek zetten. Ik ga hem nog een kans geven. Op aanvallend middenveld. Als middelste speler. Als 10. Als spits vind ik hem ontzettend matig. Hij maakt echt hele slechte loopacties. En hij bikkelt niet door voor ballen. Dat heb je met Cristiano Ronaldo wel. Als hij een bal verliest, gelijk weer erop. Jagen. En hij wint al die 50-50 duellen. Félix niet. Zo. Scoor mijn tegenstander even vanaf de aftrap. Ja. João Félix, hoppakee. Op 10. Stuk betere positionering. Hij maakt geen loopacties, dus dan kan je hem beter daar op die plek hebben. Dan kan hij zich aanbieden bij de bal. In plaats van dat hij dan op doel probeert te lopen. Zoals Mbappé, die doet dat nu ook. Die loopt op doel, die trekt ruimte. Dan kan die 10 waar Félix nu staat, die kan doorlopen. Maar Félix in de spits maakt geen loopacties. En dan maakt de rest van je team ook geen loopacties, omdat die positie al bezet is. Ja, rebound. En Mbappé. Dankjewel, Kylian. Goed gepositioneerd. Ja, en uiteindelijk scoort Mbappé weer. Maar het duurt zo lang voordat je met
Felix je mannetje hebt afgeschud. Als gewoon normale Papadopoulos, Socrates je speler makkelijk kan bijhouden en dat je hem niet kan afschudden, ja, dan is het wel, dan is hij niet heel behendig. Hij is voor iemand die zo behendig is als zijn kaartje, niet zo behendig als zijn kaartje. Dat voelt gewoon niet zo. Zijn schot is wel echt fabuleus. Hij kan ook goed pasen. Maar zijn attacking positioning is 99 met de basic teamgeeststijl. Ik denk, misschien ga ik nog een potje spelen en dan boost ik dat. Dat voelt niet als 99 aan. Ik heb op mijn andere kant heb ik Sola. Die heeft ook 99 met een chemistry stijl. Die voelt echt heel goed aan. Als tweede spits. Of als chem. En dat is bij deze kaart niet het geval. Dus hey, het was ontzettend gezellig. Je zal ongetwijfeld nu weer in één keer heel veel gedropt zijn. Ciao Felix, je wordt bedankt. Voor mijn nieuwe controller die het doet. En deze doet het ook weer. Dat schroefje moet hier ergens liggen. Ik ga hem zoeken en dan ga ik die hierin schroeven. En dan heb ik weer een goede controller. En dan is het eigenlijk een hele goede dag. Je wordt heel erg bedankt voor het kijken. Blauw dat ze erop zijn. Vergeet niet om te abonneren als je het niet hebt gedaan. En ik check jullie allemaal later. Joejoe.